beslissen over het leven en de dood. Hij doet het met een tegenzin, hij doet het voor zijn brood. De rechter voor zijn brood neemt hij dagelijks een besluit. Pikt hij met een tegenzin een aantal mensen uit. De rechter vindt het vreselijk dat hij voor zijn dagelijks brood een aantal mensen vinden moet, strafbaar met de dood. De rechter ziet het bloed dat vloeit over zijn brood. Hij eet met lange tanden, de rechter eet zich dood. De rechter zal men zeggen, even na zijn dood. Dagelijks at de rechter mensen op zijn brood.